van VeriGamesNL en leuk dat jullie kijken naar de eerste video van de serie waar we het over hadden in de introductievideo. Daniel, maak jij het maar bekend wat het is. Het is een rood dude, the Atomizer Uninfected. Ja, dat is gewoon een race die het eerste diatom online kan halen. En als je hem nou, zeg maar, te snel haalt, dan verhogen we het naar 2. Ik hoorde iemand een knifeje gooien. En ik begin op zich al best lekker. Ja, like, ik niet. Ik heb nog helemaal niemand. Ik zie nog helemaal niemand. Ik denk dat ze achter jou zaten, Daniel. Ik had ze inderdaad allebei achter in de map, ja. Nee, maar achter jou zaten ze. Maar nu niet meer. Ik heb nog helemaal niemand gekild of helemaal niemand gekild. Oh fuck, ik moet nog doe meer. Even een blauw duimpje omhoog. En laat even in de comments achter wat jullie van de introductievideo vonden. Jij gaat lekker, jongen. Je hebt plezier al 6-3. Je gaat lachen houden in de eerste video. En ik ook weer wel. Ben je dood? Dan is het ook gelijk mijn eerste diëtemizer, hè? Ik heb er al pittig veel. Jij ziet ook gewoon heel veel mensen. Jij gaat al 7-0. Oh hier, ja. Lekker, Daniel. Help, save me dan, maat! Ja, ik was out of ammo. Ik had je best willen saven, maar als het niet lukt... Pak, ik ben dood. Nee, ik ben hartstikke dood. Ja. Yes! We spelen 2 à 3 potjes. Als die potje nou zo snel gaan, spelen we er 3. Want je kan ook heel lang durende potjes hebben. En dan spelen we er 2 van. Huh, waar zit hij? Huh? Hij is verstaan, achter ons. We zijn gerekt. Iedereen zit hier. Ik ga lekker hier mijn tactical in. Ja, klopt. Kom van dat Niffy af. Niffy! Ik gooi mijn throwing knife en dan... Niet meer. Oh, shit! Ik was even vergeten dat die trip bijna lag. Hey, maar hoe ver was jij al? Ik was echt nog pittig ver. Ik op een ezel om een 1 streak. Dat komt omdat jij mij niet beschermde. Sorry, maar dat had ik niet expres, dat weet jij. Nou, jij wil maar geen dood hebben. Ik zit met jou in een... Nou, we strijden maar tegen en met elkaar eigenlijk. Ja. Serie, toch? Ja. Maar je mag elkaar wel saven. En alles. Je mag hem ook wel een beetje... Ik kijk, Yara. Er zijn zoveel mensen die dat hebben met een J, Yara. Ja, maar... Misschien is dat hun echte naam, hè? Dat kan ook. Ja. En... Ja. Zullen we de serie gewoon steeds blijven verhogen, joh? Heb je dit gehaald, verhogen we het naar 2. Dan heb je dat gehaald, verhogen we het naar 3. En dan wie het eerst bij de 10 is, hè? Ja, kan. Kunnen we doen, ja. Hij ging 20-1. Wow. Zullen we wel weer campers zijn, dit? Ja, inderdaad. Ik vind het verslavend om dit te doen. Alsof je gooit in een... Oh, hij ging net al lekker. Oh ja, trouwens jongens, even voor de duidelijkheid, wij mogen ook niet campen in deze serie. Ja, je mag zeg maar wel op een plek lopen, maar je mag zeg maar niet echt stil gaan zitten. Maar voor wel een beetje blijven bewegen. Dat is wel nice. Ja, dit is wel nice. Maar mensen... Hé, maar jongens, we zien jullie bij potje nummer 2. Oké, mensen, aangekomen bij het tweede potje op de map Genesis. Gaan we kijken wie er dit keer het hoogst komt. Of wie hem gaat halen zelfs. En we gaan een trucje laten zien. Waardoor je hem waarschijnlijk nooit hoeft te zijn in Infected. Maar dat kan pas als je tripmine neer kan gooien. Ja, en dat is nu. Ja, je gooit je tripmine neer en schiet hem met je shotgun op. Baf. En want dan denkt de game dat jij, zeg maar, al Infected bent. Ik wist dat hij daar zou komen, echt. Ik had gewoon zo'n gevoel. Ja. Oké, maar nu durf ik al... Oh nee, nu durf ik nog steeds niet te rushen. Wacht. Laat maar level 12, maar dat zegt nooit iets. Nee. Je moet nooit vergissen in de levels. Dat doe jij altijd. Ja, ik zeg altijd dat het niet een heel hoog level is. Oh, een glitcher. Het zijn glitchers. Vinny, moet ik jou een goede spot laten zien? Die ik had me totaal vergist. Dat wordt hem dus niet deze aflevering, Daniel. We doen omdat het de eerste aflevering is. Gaan we trouwens ook 2 potjes doen? Nee, 3, eikel.
gaan we drie potjes doen. Dat hadden we net iets voor de opname. Ja, niet voor de opname, maar ja, ik stond op je. Zeg maar, voordat het tweede potje begon, zeiden we dat net tegen elkaar. Omdat de eerste aflevering is, doen we wel twee potjes. Dat was ik, hoorde je. Misschien doen we wel vaker drie potjes. We weten het nog niet, hè? Nog niks is zeker. Mm-hmm. Wil je nou bij ons in de Call of Duty clan, zeg maar, dan moet je Vida voor je naam zetten. Hoofdletter V en hoofdletter D. Duimpje. Niet campen, hè? Ik camp ook niet. Ik camp ook niet. Nee, ik... zat daar iemand te campen? Ja, was dat niet, nee. Oh my god, in mijn rug, jij bent zo slim. Turi, jij bent echt goed. Ja, dat was die level 12, hè, waarin ik... Wel kon nee, zijn dat shit! Het... Ik had 6 erin. Ah, het vorige potje was ik wel beter. Ja, maar we hebben nog een potje. Hey, trouwens, ik heb het nu gedacht. Zullen we ook een winnaar van de aflevering doen? Dat als we na 25 afleveringen nog steeds geen winnaar hebben... Dat we gaan kijken wie de hoogste score had. Een paar kills. En dat die dan gewoon het seizoen nou, heeft gewonnen. Nou, moet wel alles terug gaan kijken. Nee, dat hou ik gewoon bij. Dat hou ik gewoon bij ergens. Heb je de eerste ook al opgeschreven? Of het gaat al pas in vanaf de volgende aflevering? Ja. Ja. Nee, zeg maar gewoon. Ik weet nu dat ik 1 om 10 stond. Jij stond lager. Dan moet ja, gewoon... ik sta nu hoger. Want jij staat er sowieso niet. Nee, jij hebt 6 kills. Ik heb 7. Nee, maar het gaat gewoon om het hoogste potje, hè? Dat bedoel ik. Hoe bedoel je om het hoogste potje? Oh ja. Wie in de aflevering in het potje de meeste kills had in 1 potje? Ja, tot nu toe ben jij dat. Ja. Oh ja, ik ga even een draaiverstand aanmaken. Mensen, ik zie jullie bij het volgende potje. Oké, mensen, aangekomen bij het derde en laatste potje alweer van deze aflevering, jammer genoeg. Is op de map present, zoals jullie zien. En ja, ik heb iets waar ik en Daniel over twijfelen. Of dit een easter egg is. Als je hier op dit dopje zo schiet, dan... Ja, dan komt er water uit. Maar ik weet nou niet of dat een easter egg of niet is. En het blijft niet het hele potje. Het blust niks. Je wordt niet omhoog geblazen of zo. Dus ja, misschien dat er meer in de map zijn. Dat je ze allemaal kapot moet schieten tegelijk. En dat de hele map overstroomt of zo. Dat zou wel sick zijn, ja. Sick! Oh, ik vind het niet zo sick. Wow, het zou gewoon fucking sick zijn. Dat net zoiets zoals die Atomizer Street of zo. Ja, en dat je iedereen ermee kan killen. Alle enemies. Kom, ik ga weer op de... Hé, hey, je bent rood, Daniel. Heb je eindelijk een keer je rode pakje? Ben ik ook rood? Nee, die heb je standaard waarschijnlijk. Als je Infected speelt en je gebruikt een Synaptic. Schijnbaar is het grappig om mij aan te vallen. Niet dus. Ik vind het wel grappig. Oh my god. Ik had hem. Got him. Maar jij hebt ook je rode pakje aan. Ja, omdat ik die heb in online. Ja, die heb je niet, hè? Hé, hey, oh, ik dacht dat jij even een... Waar is hij, de Rainmorn? Waar is iedereen? Moin. Mos. Waar is iedereen? Nou. Ze negillen mij. Ik zit ook te zoeken. Ze hebben nog 1 minuut en 4 en... Oh, nog 2 minuten. Ik heb al 2 kills. Ik heb 1. Oh, ik word zo slecht, hè? Je bent dood. Ja, en... En hoe hij. Ik zag hem net staan, ik schoot, maar ik schoot zo zwaar mis als niet gezond. Oh, hij was slecht. Zag je net de throwing knife langs je hoofd gesliep of niet? Zag je net een kogel? Want ik heb jou. Ja, ik voelde ook een kogel. Kom maar. Dag. Sliep er net mensen. Loop je daar achter in de map of niet? Nee, ik loop rond.
En ik ga niet zeggen waar ik loop, want dat ken ik van jou. Dan ga je me focussen. Nee, dat mogen we niet doen, zeiden we toch? Ja, maar toch, ik ken jou. Nee, dat doe ik niet, 10 seconden later. Ben ik dood door jou? Nee. Daniel, hoeveel kills had jij er net? Ik had er 10. Hoeveel heb jij er? 8. Maar ik ben nog niet dood. Yes, dan heb ik... Nog niet dood. Ik heb er nu ook 10. Ik heb er nu 11. Oké, Vinnie is sowieso de aflevering winnaar. Hey, 100. Oh, maar dat gingen we dat nou wel of niet doen al bij de eerste aflevering? Ja. Jij zei van niet, hè? Echt wel. Snel eroverheen lullen. Anders word je vernederd, hè? Hond. Dan wil ik terugkijken in de opname straks. Oké. Okay. Dit stond op opname. Maar ik weet nog wat jij dat zei. Hoe zei je zelf? Hoe hoog sta jij? Hoog? Nee, ik ben dood. 17-3. Kut. Ah, dat vind ik jammer. Ah, dat vind ik heel jammer. Ik heb de aflevering wel gewonnen. Noob. Ja. Oh ja, trouwens, het seizoen doet 25 afleveringen, even voor de duidelijkheid. 25, maar ik dacht dat we gaan gewoon door totdat we hem hebben. Nee, want anders heb ik tenminste van die aflevering winnaars. En waarom 25, Vinnie? Weet ik niet. Dat telt... Hoeveel kills moet je hebben voor een diëtemizer? Oh, 25! Ja, dat wist ik. 25, omdat je 25 kills nodig hebt voor die diëtemizer. Ja, ik hoop gewoon dat iemand hem gaat halen. En anders gaan we wel anders trekken. Ook de kill chain of zo. Al weten jullie nou nog een... Ja. Maar mensen, ik wil jullie bedanken... Oh, red in zijn hoofd. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar de allereerste aflevering van Road to Light, die Atomizer. Dus bedankt voor het kijken, like, reageer en later!